In de vorige video had ik het verschil vergeleken of je nou wel of niet gebruik maakt van zo'n kleurenkaart. In deze video wil ik laten zien hoe je dan de kleuren afstelt op zo'n kleurenkaart. En dat gaat tamelijk eenvoudig. Ik ga eerst naar de editpagina. En ik heb hier al een marker in staan, zodat we gelijk de kleurenkaart mooi in beeld hebben. Dan gaan we naar de kolompagina. En hier gaan we naar de juiste kaart, want dit is de Data Color Spider Checker 24. En die moeten we hier nu aangeven waar die de kleuren moet gaan vergelijken met wat in het geheugen zit. Deze stellen we even af. En ik denk dat ik hier ook even de video doorspoel. Hebben we hier te maken met VLOG, dus ik zet hem hier ook op VLOG. En dan zeggen we match. En dan zit hij er eigenlijk al in. En als ik zo naar die huidtinten kijk, dan ziet dat er best aardig uit. Ik ga nu naar de vorige node. En dan gaan we hier in deze node nog even de levels goed zetten. Want hij klipt in de schaduwpartijen en nu klipt hij op de hoge lichten. Nou, kan de middentonen misschien nog iets opdraaien. En dit is dan het resultaat. Het is een vrij warm resultaat en ik vind het ook hier vrij zacht. Het lijkt of het contrast iets verlaagt. Je kan nog even zeggen van ik ga misschien de kleurverzadiging ietsje terugzetten. Dus je kan hem hier nog een beetje je kunt hem hier nog een beetje op smaak verder zetten. Of wat je ook kan doen als je zegt van nou, ik vind hem iets te warm. Hè? Ik zet de kleurverzadiging weer terug. Ik ga de kleurtemperatuur iets koeler maken. Kijk, nu wordt hij wat koeler. Dat is natuurlijk een kwestie van smaak. Maar eigenlijk ben je heel snel op dreef. Oké, dan hebben we hier nog een clipje. En dit is dan dezelfde clip. Ook weer met VLOG. Exact dezelfde als de vorige. En dan gaan we deze door middel van een LUT. Want dat kan natuurlijk ook bij VLOG. Dus ik zet hier de LUT aan voor de VLOG. En dan zijn we er al. Hier moeten we ook de levels weer bijwerken. Dus we gaan hem ietsje lager zetten. En omdat het VLOG is, moet hij ook niet hoog hier erin zitten. Kijk, en deze komt er wat koeler uit. En hij lijkt me ook wat contrastrijker. Als ik de clips vergelijk, hè, dit is met de kleurenkaart. Dat vind ik ietsje zachter, de huidtinten wat warmer. En deze is wat koeler. Maar ja, ik kan hier natuurlijk, wat ik ook bij de vorige deed, ik kan hier natuurlijk ook de kleurtemperatuur weer opdraaien en hem wat warmer maken. Dus als we deze wat warmer maken, zo, en de andere hebben we wat koeler gemaakt, dan is dit het verschil. Nou, zijn hier de middentonen wat donkerder? Nou, dan zouden we hier de middentoon nog even ietsje opdraaien. Dus het is ook heel moeilijk om die twee shots met elkaar te, of die twee clipjes met elkaar te matchen. Maar ik vind dit wat genuanceerder overkomen met die kleurenkaart. Maar het blijft een kwestie van smaak. En het lijkt me ook niet dat je 100% zo'n kaart nodig hebt, dat je ook zonder zo'n kaart heel goed zou kunnen werken.